Boeren trokken onlangs bij de provincie en Staatsbosbeheer aan de bel over de groeiende overlast van wilde zwijnen rond het natuurgebied. De dieren veroorzaken soms voor duizenden euro schade aan gewassen. Tot nu toe werd het probleem niet serieus genomen, maar sinds vanochtend is dat anders. Ja, de vlag kan zeker uit. Ik denk dat het goed was dat we vanochtend met alle betrokken partijen rondom de tafel zaten. En dat we gewoon de problematiek hebben verkend. Dat we gewoon weten waar staan we, waar willen we naartoe en hoe gaan we dat doen. Staatsbosbeheer gaat nu zo snel mogelijk in kaart brengen hoeveel dieren er in de Engbertsdijkvenen leven en hoeveel er dat te veel zijn. Een externe deskundige moet dan beslissen welke maatregelen genomen worden. Het plaatsen van elektrische rasters is een optie. Beperkte jacht op het natuurterrein zelf behoort daarbij ook tot de mogelijkheden. Wij zoeken in de randen van het gebied mee naar een oplossing. Het bejagen in heel het gebied, daar is absoluut geen sprake van. Daar is wat Staatsbosbeheer betreft geen sprake van. Het is een Natura 2000 gebied met allerhande beschermingswaarden en ook diersoorten die rust vragen. Dus zeg maar, afschot binnen de begrenzing willen we voorkomen. Over een maand moet het plan van aanpak klaar zijn en kan er tot actie worden overgegaan.